dit hebben we dus gelopen. Als jullie nou ook zo'n app nemen. Thank you.
Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Rijka die slaat weer op haar vaste stekkie voor het raam van de keuken. En ik ben back. Nou, heel erg back af, ja. Jongen, nog een toe, maar ik heb mezelf weer overtroffen. Ja. Ik heb me weer verbeterd. We hebben 2,14 kilometer gelopen. Dus, een heel eind om. Ik heb deze camera niet gebruikt, ik heb alleen de GoPro gebruikt. Nou, die zet ik altijd weer op een of andere punt weer uit, want de rest hoeven jullie niet te weten, nee. Ik heb mezelf overtroffen, want de langste, dat was 11 februari geloof ik, nee, niet waar. 10 februari, 1,60, dat is 1,8, 1,14. Nou ja, ik heb er niet zoveel verstand van, eerlijk gezegd hoor. 3,77, ja. Nou, in ieder geval, ik ben een heel eind om geweest, ja. En ik heb weer een beker gekregen voor vandaag. Ook dat nog. Ben ik weer blij mee. Maar hoe ik het verder nog kom te zien. Ja, ik heb hem al. Dit hebben we dus gelopen. Als jullie nou ook zo'n app nemen, kun je daar mij ook mee volgen wanneer ik loop. De ene keer is een heel klein stukje. En de andere keer voer ik het weer op. Ligt er ook aan het weer. Het was zo koud, daarom kon ik deze camera niet gebruiken. Het is van Endomondo. Dat staat daar ook onderin. Daar. Als je daar die app downloadt, kun je mij volgen, kunnen we vriendjes worden. Ja. En je weet ook mijn achternaam, de normale naam. Dus ja, kunnen we vriendjes worden, is leuk. Dat we zijn dus op Cape Holland geweest. Zoals jullie dat kunnen zien. Of de oude Rijkswerf, wordt er ook gezegd. Dus ja, ik ging heel erg om. Ik heb pijn in mijn rug, ik heb pijn in mijn benen. Zij is nog fit. Maar straks, ik denk wanneer ze klaar is met met een gesnoffel en gedoe, dat ze dan ook de eigen neer gaat leggen hoor. Ja. Zo, en dan heb ik nog een wat is app binnen gekregen, van wie weet ik niet. Ah. Oké, ja, mijn surrogaatzusje. Die had ik gevraagd hoe het daar ging. Nou ja, nog druk bezig met het huis van mijn surrogaatvader natuurlijk. Ja, die moest na het overlijden, hadden ze dan nog 8 weken de tijd om het huis leeg te maken, schoon te maken en zodanig achter te laten zoals het behoort. Dus ja, nou ja, daar zit werk in, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken. Ik ga Rijk even verwennen. En dan ga ik even genieten van een bakje koffie. Ik meen dat ik eigenlijk ook nog weg moest. Maar nee, dat hoeft niet. Nee, hoeft lekker niet. Nee, ik heb. Komt goed. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is alweer laat. Hè. Ja, jullie kennen mij zo langzamerhand. 3:35 uur. Het is alweer zaterdagochtend, maar dat boeit eventjes niet. Nee, wat ik zeggen wil nog, dat is... Ik heb iets vreemds meegemaakt, iets geks. Ja. Kan er nog niet bij met mijn hoofd. Ik zit voor de pc. Gisteravond, vannacht. Op Facebook. Wordt er ineens geklopt op mijn keukenraam. Wie is dat dan? Ik zag niet wie het was. Het was een manspersoon, maar ik kon hem niet. Ik denk, ja, wat moet hij? En toen begon hij wel te praten, maar ik verstond hem niet. Dus ik doe het keukenraam op een keertje open. Ik denk, ja, wat moet je? Mag ik even bellen? Ik zei, nou, ik dacht het niet. Ik ben geen telefooncel. Nee.
Oh, we hebben trouwens wel een leuk hondje. Ik zei, ja, dat zal. Ik zei, wegwezen. Ik zei, ik ben geen telefoon zo. Doei. Raam weer dicht. Toen bekijk het even. Ik heb gelijk ook mijn gordijn dichtgetrokken. Ik denk, wegwezen. Kanonnen. Maar oké, heel raar. Ja, wie doet dat? Midden in de nacht bij iemand aanbellen om te vragen of je bellen mag. Wegwezen. Ik doe voor geen mens open die ik niet ken, hoor. Of het moet, dus de politie of brandweer of weet ik van wat moet bellen. Maar meestal heb je een mobiel bij de hand. Ieder wie heeft nog geen mobiel? Ja? Was een jonge gast. Nou, die heeft dan toch wel, dacht ik, een mobiel, ja. Maar wie ben ik? Ik ben ook maar een mens en ik weet het niet. Weet ik wel dat ik wel voel dat mijn tong aan de linkerkant zeer doet. Waar het ook komt, weet ik niet. Nee, niet door mijn piercing, want die zit in het midden. En die is aan de zijkant. Ik denk dat ik hem wel weer verbrand zal hebben met koffie of zo, dat ik dat te heet gedronken heb. Kan gebeuren. Maar ja, oké, het is dus al vroeg in de ochtend. Wij gaan naar bedje toe. En die dame die is er zelf aan het verzorgen. Nou, hij legt zo lief weer bij elkaar. Rijke legt op de kussen. En Eeuwen legt ernaast. Kadal is weer boven. Maar maakt niet uit. En ik hoop dat ik het morgen allemaal een beetje red. Ik wil eventjes douchen. Mijn haar, dat moet weer een paars ding in. Want dat is er bijna weer uit. Dus dat moet weer even gedaan worden. Dus ja, dan zal ik als ik mijn eerste vlog over een aantal uren doe, dan zal ik er wel niet uitzien. Maar dat zijn jullie ook al gewend. Ja toch? Ja. Ik zie er nou ook niet uit, dat zit al ik hier. Nou ja, lekker belangrijk. Toch? Ben wie ik ben. Ja hoor, en ik verander me voor niemand. Nee. Ik ben gewoon zoals ik altijd ben. In mijn dagelijkse leven. En zo doe ik op Facebook. Ik ben gewoon een normaal mens die probeert goed te doen voor een ander. Ik probeer lief te zijn voor een ander. Ik probeer iemand anders ook te helpen. Maar zo'n gast die hier overwacht op zo'n laat tijdstip aan mijn deur komt. Nee, en het was een jonge gast, ik vertrouwde het niet. Nee, ik ben geen telefooncel. Ja, kom wegwezen. Dat moet niet, hoor. Ik ben maar ook een vrouw alleen. Ja, toch? Maar dat legt daar zo lief. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik neem jullie wel even mee. Ja. Zo lief. Hé. Hoe lief is dat? Is toch lief, aandoenlijk. Ja, jij bent ook wakker, meisje. Ontspring. Ja! Ja. Hé? Ja, zo lief, zo lief, zo lief. Maar oké, ik hoorde boven ook wat en dat was denk ik Gandalf. Dat die wat deed, die gooide denk ik wat om, ik weet het denk ik niet. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust. En over een aantal uurtjes gezond weer op. En tot dan. Ja, ik zou zeggen, tot later.